Yes guys, welkom weer bij een gloednieuwe video en ik ga je mijn 30 minuten morning routine laten zien hoe jij je dopamine kan controleren en dus niet de hele ochtend blijft scrollen en eigenlijk alleen maar een luie zak wordt en eigenlijk snel uit je nest kan komen. Oké, laten we er gelijk induiken. Nou, je wil dus je dopamine gaan controleren en om gelukkig te zijn, gedisciplineerd en gemotiveerd te zijn in dit leven, moet je dopamine begrijpen in het leven. Wanneer je net wakker wordt, kan je dopamine ontvangen, zowel positief als negatief. En negatief zijn er een aantal, bijvoorbeeld gelijk eten, gelijk social media consumeren, gelijk YouTube consumeren, gelijk suiker, sigaretten, koffie, etc. gebruiken. Positief, complete een taak of oefening die je de dag van tevoren hebt vastgesteld. Een aantal dingen die ik altijd standaard doe, is dus bed opdekken, heel simpel. Maar ook bijvoorbeeld bepalen welke kleding je aandoet volgende dag richting gym of richting gewoon iets anders wat je eventueel gaat doen richting je baan, studie of gewoon business in mijn geval. Andere dingen die ik ook doe is een stukje mediteren in de ochtend. Een meditatiesessie via mijn Aura Ring app. Dat is vaak 8 minuten. Om even de focus en intentie van de dag te bepalen. Dankbaarheidsoefening even. Boek lezen, één hoofdstuk. En dan, dan begint de dag eigenlijk al. En maak het lichaam klaar voor de strijd. Dit is hoe ik het doe. Ik word wakker om 8 uur in de ochtend, afhankelijk van locatie, soms 7, soms 8. Vandaag was ik om 7 uur wakker. Ik ga gelijk mijn bed uit. Ik zorg ervoor dat ik altijd 8 tot 9 uur slaap kan pakken. Als eerste, de nacht ervoor, bepaal ik dus welke kleding ik aandoe. Wat ik als eerste doe, is mijn nachtlenzen uitdoen. Ik heb nachtlenzen, dus ik slaap 's nachts met mijn lenzen in. Nou, dan word ik wakker, neem ik eerst even een glas water. Ik doe het niet met zout, maar ik ga eventueel proberen of dit wel effect heeft om sneller gehydrateerd te zijn. Doe koud douchen, bed opmaken, tanden poetsen, naar kantoor eventueel. Ja, hier heb ik geen kantoor in Bali, is het gewoon woonkamer. Doe ik het water drinken, het boek lezen en het 5 minuten mediteren wat ik je net heb verteld. Dat zijn eigenlijk de dingen die ik in 30 minuten doe en dan ga ik eigenlijk straight to work. Deep work gelijk. Wanneer ik op kantoor doe, dan doe ik eerst even kort mijn haar plus de mindset, dus eigenlijk wat voor intentie mijn dag is. Nacht ervoor weet ik al wat de belangrijkste taken zijn van de volgende dag. Ik check even mijn agenda, check wat voor dingen ik moet doen. En ik ga zitten en ik doe minimaal 30 minuten werk aan die belangrijke taken, minimaal. Dit is het deep work, hierin ben ik persoonlijk het scherpst. En beloon jezelf hierna met de eerste maaltijd. Dat doe ik vaak om 10 uur, dus om 8 uur sta ik op. Om 8:30 heb ik alles gedaan, douchen, omkleden, etc. Heb ik 1,5 uur werk, ga ik mijn eerste maaltijd doen. Mijn eerste maaltijd in Nederland is eigenlijk altijd banaan, appel, plus water, plus havermoutpap met proteïne en diepvriesfruit. Om lekker de dag te beginnen. Nou, hier eet ik eerlijk gezegd gewoon bij een tentje in de ochtend. En vaak zijn dat eieren, omelet, bacon eventueel ook. Kan ook zelfs, bijvoorbeeld gisteren had ik een ontbijt met ribeye, dus het verschilt een beetje op het tijdstip van de dag dat ik eet. Nu probeer ik weer wat spier aan te komen, dus ga ik een aantal keer per dag eten. Ik merk dat ik hier wat af ben gevallen de eerste paar weken dat ik hier zit. Dus bij elke maaltijd bestel ik gewoon 2 maaltijden in dit geval en thee ook vaak. Nou, dit is de elite mentaliteit. Ik eet niet voor mijn belangrijkste taak is gedaan. En ik ga ook niet slapen totdat al mijn taken van die dagen zijn gedaan. No matter what, ik zorg dat ik het afmaak. Geen afleiding, geen podcast, geen muziek. Gewoon brain fan. Ik vast dus in de ochtend voor meer focus. En nu kies ik ervoor om 10 uur toch wat te eten, omdat ik weer wat spiermassa wil aankomen. Normaal gesproken doe ik dat pas om 12 uur of zelfs later op de dag. Dit houdt me heel erg gefocust en het boost ook mijn dopamine en houdt me scherp voor die beloning van het eten. En dat raad ik je ook aan om te doen, om dus even een paar uur te vasten en niet gelijk te eten. Ik deed vroeger altijd wel gelijk voordat ik naar school ging of voordat ik naar werk ging, eerst even eten. Dit zorgt ervoor dat je echt flinke dips ervaart. Nou, de rest van de dag, na het eten, laat ik de complete wereld toe. Nou, hier in Bali is het top, want als ik op mijn WhatsApp en mijn inbox kijk, ligt iedereen nog te slapen in Nederland. Dus dan kan ik eigenlijk focussen op de money making task, op mijn dropship stores, op mijn coaching business. Nou, hierin doe ik dus kleine taken. E-mail, kijken hoe het gaat met mijn coaching klanten. Ads voor mijn dropship store en mijn berichten eigenlijk checken. Dan werk ik aan mijn business rond 12 uur, net als vandaag, hit ik de gym. En om 1 uur, half 2 ben ik weer klaar. Dan om 2 uur kom ik terug, even een maaltijd om die proteïne aan te vullen. Dan werk ik weer door tot 6, wat remote work. Met klanten heb ik dan 1-op-1 calls vaak. En in de avond ga ik weer doorknallen. Oké, dat is eigenlijk precies hoe ik mijn dag indeel. Sinus?